Na een paar keer uitstel vond dan toch eindelijk de eerste editie van Hilversum on Wheels plaats op het marktterrein. Gekozen is om dat voortaan altijd op de eerste zondag van juni te doen en toevallig was dat dit jaar op eerste Pinksterdag. Het evenement werd georganiseerd door de stichting Vriendenmobiel Erfgoed Hilversum. Zo'n 80 klassiekers, van 1 pk tot een heleboel en van 100 jaar oud tot nog maar een stuk of 30, hadden zich aangemeld. Omdat er veel regen werd verwacht, hadden sommige deelnemers van met name openwagens zich afgemeld, maar er kwamen ook mensen spontaan meedoen. Rond 10 uur vertrokken de auto's en bromfietsen die dat konden, niet alle voertuigen zijn inmiddels voldoende gerestaureerd om zelf te rijden, voor een puzzelrit door de regio. Tegen 12 uur kwamen ze zo'n beetje weer terug. Het accent lag een beetje op de Hilversumse historie. De koets werd gebouwd door de Hilversumse wagenmaker Bronkhorst, die later ook veel ambulances bouwde. Misschien lukt het een volgende editie om wagens van Spijker naar Hilversum te halen. Die wagenbouwer en later autobouwer was oorspronkelijk gevestigd in de zogenaamde Spijkerpandjes aan de Kerkbrink. Er waren maar liefst 3 klassieke voertuigen van de Hilversumse carrosseriefabriek van Leersum, die in 1922 was opgericht. Het waren 2 brandweerauto's en deze bus, die ongeveer halverwege het restauratieproces is. Zoiets duurt nou eenmaal jaren. Dat jarenlange noeste arbeid aan zo'n klassieker uiteindelijk tot een prachtige auto kan leiden, is bijvoorbeeld te zien aan deze met liefde gerestaureerde Cadillac van de heer Jansen uit Hilversum. Maar het was zeker niet de enige.